10 maanden en dan eindelijk weer uh, minuten in de eredivisie. Welkom terug. Ja, dank je. Het zijn natuurlijk niet, uh, niet mijn eerste minuten, maar wel die officiële minuten en uh, ja, uiteindelijk tellen die natuurlijk. Ja, want voelt het nu inderdaad dus als in de eredivisie minuten maken als echt terug zijn. Ja, gewoon echt een officiële wedstrijd minuten maken. Uh, nou, dat is de eredivisie natuurlijk en uh, ja, daar ben ik hartstikke blij mee. En, uh, het, waren, het waren 15 minuten, een mooi moment om in te komen met dat uh, is dan 3-0 volgens mij of 4-0 zelfs. En uh, ja, dan uh, is de pijp wel heel snel leeg, moet ik zeggen. Dat is altijd bij invallen. Maar uh, het was heerlijk om terug te zijn. Ja, voel je hem dan meteen alweer, dat het, uh, dat het toch wel even zwaar is? Ja, tuurlijk. Kijk, op training kan je nog zoveel lo zo loopjes doen. Maar het is toch anders. Als je er één keer overheen gaat, dan moet je toch even rust pakken en daarna weer even opladen voor de volgende. Maar uh, ja, dat maakt echt geen, geen, geen zak uit. Ik, uh, ik heb minuten mogen maken en uh, ja, daar ben ik iedereen dankbaar voor. En hoe bleef je dan zo'n wedstrijd? Uh, en misschien ook wel de, al de afgelopen wedstrijden natuurlijk. Is het dan steeds hopen dat het snel 3-4-0 is en dat je, dan, uh, dat je dan in kan vallen? Ja, nee, er waren voor mij ook al een wedstrijd tegen dus het VVV toen de tijd, uh, een paar weken geleden. Dat het ook al een aardige uitslag was natuurlijk. En uh, ja, toen zat ik ook pas net bij de selectie. En uh, ik had voor mij gisteren ook met de trainer gepraat. En hij uh, zei: je kans komt vanzelf. En uh, nou, die kwam uh, de dag daarna. Toch moet je in de rust, denk ik, nog het idee hebben gehad van nou, 1-0, dit zal hem wel niet worden vandaag. Nee, ja, nee klopt. Natuurlijk 1-0. En je weet dat, dat zij natuurlijk heel compact zijn. En dan heb je geduld nodig. En uiteindelijk loop je dan uit. Dat is een beetje hetzelfde als tegen VV. En uh, ja, dan loop je 3-4 en 5-0. En dat is heerlijk, ja. Ja, dan duurt het dus uiteindelijk uh, nog even om, uh, eh, voordat je dan dus echt terug bent. Zeg maar. uh, hoe, hoe pik je nou weer aan, zeg maar, nu na zo'n blessure? Je kan niet meer in Jong Ajax spelen bijvoorbeeld. Hoe, hoe doe je dat? Uh, hoe heb je dat de afgelopen weken geprobeerd? Ja, dat is natuurlijk hartstikke som. Uh, die regel vind ik moet echt veranderd worden. Dat je wel bij jong mag spelen. Laat, laat staan drie wedstrijden, weet je. En, uh, maar goed, dat is nu nog niet, niet het geval. En uh, dan moet ik mijn netjes maken met en uh, Na de trainingskamp ook weer 45 gespeeld. En, uh, Twee weken geleden had ik ook een oefenwedstrijd tegen PEC natuurlijk. Dit heb ik een hele wedstrijd afgemaakt en binnenkort ook weer een wedstrijd. Dus uh, ja, dat is wel lekker. Wat verwacht je nu, of uh, wat denk je, wat hoop je voor de rest van het seizoen voor jou? Nou, zo doorgaan: keihard trainen en uh, gewoon, uh, ja, gewoon wachten op die kansen. En, uh, nou, zoals nu uh, waren het 15 minuten. Het smaakt naar meer natuurlijk, maar laten we rustig aan doen. Uh, ik heb lange blessure gehad en uh, dat, heeft, uh, dat heeft tijd nodig om weer helemaal 100% te zijn. En de ploeg, hoe staat het daarmee? Hoe heb je dat gezien? Is, is de dip die er even was na de winterstop nu, nu, nu weg? Hopelijk wel, ja, dat, we, dat zien we natuurlijk uh, volgende week ARO uit. Natuurlijk. En uh, nou ja, daarna hebben we beker volgens mij. Dus er uh, kom, uh, komt een druk programma aan. En uh, als we die goed afsluiten, dan uh, kan je zeggen pas dat de dip uh, voorbij is.